Hoe is het met vermoeidheid? Goed. Dus het leuke van mijn werk is dat ik patiënten kan begeleiden terwijl er eigenlijk iets schokkends in hun leven gebeurt. Ik kan dat wegopereren en vervolgens kan ik ze daarna ook steun geven. Zeeland heeft een tekort aan specialisten. Veel zorginstellingen leiden daarom hun eigen mensen op. Ik was eerst fysiotherapeut, sinds 1997. Hier in Terweel heb ik 10 jaar met heel veel plezier gewerkt als fysiotherapeut. En 2 jaar geleden bood Terweel mij de kans aan om physician assistant te worden. Ik had eigenlijk altijd al een beetje spijt dat ik geen geneeskunde ben gaan studeren. Dus deze kans heb ik echt met 2 handen aangegrepen en heb er helemaal geen spijt van. Goedemorgen. Physician assistant, ofwel een PA, dat is makkelijker om te zeggen, neemt de medische taken van de specialist over. En in dit geval is dat de specialist ouderengeneeskunde. Ik ga eens even mijn handschoentje aan doen, want ik ga eens even naar uw benen kijken. Ik loop visites, schrijf medicatie voor, stel diagnoses. En de specialistische gevallen, moeilijke gevallen, overleg ik met de specialist ouderengeneeskunde. Je bent eigenlijk een beetje de schakel tussen de specialist en de zorg. Zeeland is natuurlijk toch een beetje een artsentekort. En een PA kan op deze manier de arts ondersteunen en wat taken overnemen, waardoor het werk voor de specialist wat verlicht wordt. Kijk, en het been blijft nog steeds een beetje dik, hè? Ja, ik probeer er even een putje in te duwen. Dat is niet lekker, dat hè? Dat doet zeer. Mevrouw had grote blaren op haar voeten en die leken te gaan ontsteken. Dus dat hebben we behandeld en nu was ik aan het controleren hoe het daarmee was. De opleiding volg ik bij Hogeschool in Holland in Amsterdam. Normaal ga ik 1 dag in de week daar naartoe om lessen te volgen. Sinds maart is dat natuurlijk met corona online. En de rest van de tijd loop je eigenlijk als een stage op je eigen werkplek hier in Terweel. En dan word ik begeleid door de specialist ouderengeneeskunde. 4, 5, 5. Ik vind het echt superleuk. Het is hartstikke interessant. Het is echt een toevoeging aan wat ik al deed als fysiotherapeut. En nou ja, het is eigenlijk wel een beetje een droom die uit is gekomen. Ik vind het leuk om een museum te bezoeken. Het geeft op een hele andere manier prikkels. Kijken, leren over wat er in het verleden is geweest. Dat vind ik allemaal heel prettig om te zien. Ik ben Marjan Rijngaard. Ik ben oncoloog en chirurg. Ik werk in het Admiraal de Ruiter ziekenhuis op de locatie Vlissingen en op de locatie Goes. Dat ziet er keurig netjes uit. Geen verdenking dat er iets nieuws is. Hoe is het verder met u? Stel je voelt een knoppeltje in je borst, dan kom je bij mij en dan doe ik het lichamelijk onderzoek. En daar kan eruit voorkomen dat er blijkt dat er borstkanker zit. Dan zal ik je opereren en dan haal ik de borstkanker weg. En daarna begeleid ik je in het vervolgtraject en controleer ik je elk jaar om te kijken of de borstkanker misschien is teruggekomen. Behalve borstkanker komen er ook patiënten bij mij met een kwaadaardige moedervlek. Dat heet een melanoom en die behandelen wij hier ook. Hoe is het met vermoeidheid? Goed. Dus het leuke van mijn werk is dat ik patiënten kan begeleiden terwijl er eigenlijk iets schokkends in hun leven gebeurt. Ik kan dat wegopereren en vervolgens kan ik ze daarna ook steun geven en vertrouwen voor de toekomst. Ja. Dit is helemaal goed. Ja. Wel thuis en een fijne dag. Ja, goed. Dag. Dag hoor. Hoe lang ik hier ook werk, ik merk dat ja, zo'n slechte middag, hè, of als ik een middag heb gehad met veel akelig nieuws, dat slijt nooit. En dat komt ook omdat ik altijd het beste van mezelf wil geven aan de patiënt. Het beste plan wil hebben. Waardoor je altijd ontzettend op je kievieven moet zijn om te kijken of je het goed doet. Ik vind het aanbod aan musea in Zeeland vind ik heel divers en verrassend veel. En als ik daar ben uitgekeken, kan ik altijd nog naar Antwerpen of naar Rotterdam om hard op te halen. Het is voor mij zeker zo dat als ik in een museum ben, is de focus heel anders. En denk je over dingen na. Hè? Sommige afbeeldingen prikkelen om over zaken na te denken. En dat vind ik heel fijn. Dat leidt ook al af van het werk. En dan moet je even een drukverbandje aanleggen. Ja. Dus? Haha, toevalzeer. Hoe interesseer je jonge huisartsen voor Zeeland? Door ze al tijdens hun opleiding te laten kennismaken met de provincie. Wat je kan doen is dat je even een knipje erin doet. Een knipje erin doet, tot mijn duim erdoor gaat. Ik ben de huisartsopleider van Irene. Irene doet het eerste jaar van haar huisartsopleiding vanuit het Erasmus MC hier in Zeeland bij mij. In eerste instantie doen we samen spreekuren.
zij kijkt eigenlijk het vak af bij mij. Hoe sta ik mensen te woord? Hoe vul ik mijn lichamelijk onderzoek in? Visites kunnen we samen doen. Dus een aantal handelingen die zij nog niet kan, doe ik voor. Of ik kijk met haar mee en zo leert zij van mij. Zou je op basis van dit ECG daar uitspraken over kunnen of durven doen? Ik ben hier geplaatst vanuit de opleiding. In eerste instantie even schrikken, want je moet toch gewoon heel eind gaan reizen. Voor mij, ik woon nog steeds in Rotterdam, dus is elke dag toch een uur heen en een uur terug. Maar nu ik er eenmaal zit, vind ik het eigenlijk wel een hele leuke ervaring. Ook Rosanne is bij Hanneke in opleiding geweest en woont inmiddels in Zierikzee. Het was niet mijn keus om naar Zeeland te komen. Ik wilde graag dicht bij huis. Ik kom uit Rotterdam, ik woonde in Rotterdam, maar ik werd ingedeeld en daar baalde ik aanvankelijk wel een beetje van. Toen ben ik in Brouwershaven terechtgekomen bij Hanneke Hager, dat was dan mijn opleider. En op dag 1 was dat gevoel wel weg. Ziet er goed uit. Toch? Ja, ik zie daar nu geen schade aan. Laten we even gaan zitten. Toen we besloten om de overstap te gaan maken naar Zeeland, dan ga je natuurlijk een beetje oriënteren op waar kan je nou wonen. We waren er toch al wel snel uit dat een dorp iets te veel overstap in één keer zou zijn, van Rotterdam naar een dorp. Dus we zochten toch wel een beetje een stad. Nu is Zierikzee wel een hele kleine stad, maar je hebt nog steeds wel alle voorzieningen waar we eigenlijk in Rotterdam ook gebruik van maakten, maar dan in kleinere hoeveelheid, maar het is leuk. In de toekomst kunnen meer jonge huisartsen in Zeeland worden opgeleid, dankzij het geld uit Den Haag ter compensatie van de Marinierskazerne. De opleiding is er al jaren, die zal ook nooit weggaan. Maar met die gelden kunnen we ervoor zorgen dat er meer opleidingsplekken gecreëerd worden. En dus dat er meer jonge dokters met hun jonge gezinnen al richting Zeeland komen. De meeste mensen starten voor hun 30ste met de opleiding. Dat is het moment eigenlijk waarop je gaat settelen. Als je nog geen huis gekocht hebt, zou het natuurlijk leuk zijn als ze dat huis hier kopen. Hè? Dat ze hier gaan settelen. In plaats van dat je dat na de opleiding doet, hebben mensen een huis in de Randstad. Dan hebben de partners een baan in de Randstad. Zitten de kinderen misschien daar al op het onderwijs? Ik denk dat het fijn en goed is dat je ze eerder hierheen haalt en dat ze zich hier settelen. Ja.